Baudet gaat op dit moment viraal met een interview waarin hij zegt dat de wereld bestuurd zou worden door reptielen. Wat is hier precies aan de hand? I'm a conspiracy theorist. I believe that we are being governed by a global conspiracy of evil reptiles. Waar kijken we precies naar? Ja, het is een interview met een buitenlands kanaal. En waarin Baudet eigenlijk een toch vrij onverwacht inkijkje geeft in zijn gedachtenwereld. Waarbij een heel dualistisch wereldbeeld wordt geschetst. Van de ene kant reptielen die deze wereld, evil reptiles die deze wereld zouden beheersen, waartegen gestreden moet worden. En ja, de grote held in die strijd is dan Vladimir Poetin. Ja. Dat is een complottheorie. Hè? Hij geeft zelf volgens mij ook toe in het filmpje van joh, ik hang complotten aan. Maar dit is best wel een bekende complottheorie, geloof ik, van de reptielen. Ja, dit is natuurlijk heel bijzonder. Ik bedoel, als je als gewone luisteraar denk je van waar gaat dit in vredesnaam over? We worden door reptielen geregeerd, heb ik iets gemist? Maar het is niet nieuw. Maar het is absoluut niet nieuw. En zijn achterban weet precies waar hij het over heeft. Want dit verwijst naar een groot complex van complottheorieën die met name door David Icke zijn verwoord. Een Britse conspiracy theorist. Complot van reptielen die zich voordoen als gewone mensen. Maar uiteindelijk zitten daar reptielen achter. Okay. En dus wij denken van, oh, dat is onze president, de Amerikaanse president, dat is een gewoon mens. Maar nee, dat is het helemaal niet. Dat is een reptiel. Dat is een reptiel. Een van de belangrijke bronnen hierin is antisemitisme. Joden en reptielen, dat is eigenlijk al in de iconografie, in de beeldtaal van het antisemitisme een hele oude. Okay. Joden als slangen, Joden als hagedissen. Dat geeft iets geniepigs aan. Nou, slangen zijn natuurlijk ook het symbool van de Satan. Dat zien we eigenlijk allemaal terugkeren in David Icke's gedachtenwereld. Het idee dat uiteindelijk die hagedisachtige, de belangrijkste hagedisachtige, dat is de familie Rothschild. Een Joodse bankiersfamilie. Zeer bekend. Zeer bekend, precies. En die zou in dat complot een hele dominante rol vervullen. Die hebben vervolgens eigenlijk alle ellende in deze wereld veroorzaakt. De Eerste Wereldoorlog, de Russische Revolutie, zelfs de Tweede Wereldoorlog. Hoe belangrijk is het om dit wel te duiden, om dit uit te leggen? Want ja, wat ik zeg, er zijn heel veel mensen die dit niet weten. Die denken gewoon, haha, Baudet, hij heeft het over hagedissen. Nou, het is belangrijk omdat er heel veel mensen zijn die hier toch intrappen. Die toch die code snappen. Die snappen die codes, precies. En het is een wereld, een soort subcultuur. En dat is natuurlijk precies ook waar Baudet voortdurend het over heeft. Een eigen wereldvisie te creëren. Ja, waarvan die echt heel lang in de marge van de samenleving heeft gezeten. Maar we zien dat die groep groter aan het worden is. Maar deze David Icke komt naar Amsterdam. Ja, precies. Dat is best wel schokkend. 6 november. Precies, hij komt naar Amsterdam, op de Dam hier. Heel centraler kan het niet. Met een enorme alliantie van allerlei clubjes die de twijfel hebben over de macht. Wie heeft de macht in de wereld? Wat vindt u hiervan, dat hij hierheen komt en hier komt spreken? Nou, ik vind dat zeer zorgelijk. In allerlei landen in Europa, in Australië, heeft het al geleid tot een verbod op lezingen van deze man. Dus het is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Er zijn heel veel landen die heel goed die afweging hebben gemaakt van vrijheid van meningsuiting en het gedachtegoed van deze man. En hebben gezegd van ja, hij gaat de grenzen van die vrijheid van meningsuiting over. En daar moeten we echt de wacht bij betrekken. We hebben ook bij de gemeente Amsterdam gevraagd om een reactie wat betreft de komst van deze David Icke. En zij zeggen het volgende. Amsterdam is op de hoogte van de komst van Icke. Op dit moment buigen ambtenaren zich over een advies aan de driehoek van burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie over deze zaak. Oftewel, wordt vervolgd. Ziet, denkt u dan, die is niet goed wijs? Ja. Het is een bijzondere dag hier in Den Haag, want het zou kunnen dat Thierry Baudet een week wordt geschorst.
En dat komt omdat Baudet niet al zijn nevenfuncties en bijverdiensten wil opgeven. En dat zijn wel de regels hier in Den Haag. En nu lijkt een meerderheid van de partijen te zeggen, Baudet mag een week niet meer debatteren. Dus u zou zich ook gewoon aan de regels kunnen houden, toch? Ja, natuurlijk kan dat. Maar ik ben daar principieel op tegen. Waarom is het zo belangrijk om daar transparant over te zijn? Omdat je mogelijk ook andere belangen kunt dienen. Dat als jij door anderen betaald wordt, dat jij elders extra inkomsten hebt, ja, dat kan jouw stemgedrag, dat kan jouw opvattingen beïnvloeden. En op zijn minst moet je daar transparant over zijn. Dat iedereen kan natrekken. Door wie wordt hij betaald? Wat ontvangt hij? Wat voor invloed zou dat mogelijk kunnen hebben? Iedereen kan via de Kamer van Koophandel alles zien. De boekhouding van de Forum voor Democratie als vereniging is openbaar. We worden geaudit door de auditdienst Rijk. Alle donaties, alles is al openbaar. Maar als het ogenschijnlijk... Het is puur een Piet Luttig wedstrijdje verplassen dat de coalitie wil, de meerderheid dus, wil oppositiepartijen dwingen om in het gareel te gaan lopen. Dan gaan we nu naar de stemmingen 35-351 nummer 14. Maar voordat we gaan stemmen is er een aantal stemverklaringen. Als wij elkaar als gekozen vertegenwoordigers, volksvertegenwoordigers van het debat gaan uitsluiten, dan is het einde zoek. Wij gaan niet stemmen over elkaar. Dat is een brug te ver. En we zullen bij deze stemming, althans op dit onderdeel, dadelijk dan ook niet aanwezig zijn. Dank u wel. Uitslag is voor de aanbevelingen 119 en 2 tegen. Dat betekent dat de aanbevelingen zijn overgenomen. Ja, en nu meneer Baudet, wat gaat u nu doen eigenlijk? Ik ga gewoon door met wat ik al deed. Blijft u weg een week nu wel vanaf morgen bij debatten? Ja, ik mag niet meedoen aan debatten, dat is duidelijk. Thierry Baudet nu voor een week geschorst. Aan de andere kant deed hij ook weer uitspraken gisteren als het gaat over Poetin is Dark Knight, over reptielen. Worstelt u als Tweede Kamer met hoe u daartegen moet optreden? Ja, het is een bizarre situatie natuurlijk, dat je een parlementariër hebt in Nederland die een fractie leidt. Die in feite gewoon altijd bijna dezelfde taal en argumenten hier bezigt als Vladimir Poetin. Ja, vindt u dat gevaarlijk? Ik vind het gevaarlijk, ja. Ja. Want wat hij in feite doet is hier de agenda verdedigen, uitrollen van een man die een ander Europees land is binnengevallen, daarvoor tienduizenden doden heeft gezorgd. Een held, noemde Baudet hem. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat vind ik ziek. Ja, ik vind het dramatisch. Ik had niet verwacht dat daar waar Baudet drieënhalf jaar geleden de grootste van het land was en een zekere politieke belofte in zich had, dat hij zo diep zou afzakken. Ik had het nooit verwacht, maar ik constateer wel dat hij heel diep is afgezakt. Het verhaal van Rusland dat het een defensieve operatie is verdedigbaar, zeer verdedigbaar. Dan denken mensen van ja, dat gaat allemaal wel heel ver. Ook misschien verder dan de heer Baudet in het verleden is gegaan toen hij nog de grootste partij van Nederland was. De wereld verandert en mijn ideeën die ontwikkelen zich ook, maar ik denk niet dat er iets fundamenteel veranderd is. Ik zie een hele duidelijke voortzetting eigenlijk van mijn ideeën.